dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van mij. Ik ben net lekker opgestaan en ik heb expres niet gedoucht, want er zijn nieuwe hondjes Curaçao, 3 stuks in totaal. En ja, meestal als ze dan terugkomen uit Curaçao, of als ze dan komen uit Curaçao trouwens, dan nou, moet ze natuurlijk gewassen worden, kijken of ze teken hebben, lekker schoon, lekker fris, en dat ga ik nu doen. Dus laat ik daar maar lekker mee beginnen. Nou, dit is dus Max en ja, vaak zie je bij ook donkere honden in Curaçao, maar ook dit soort honden met zo'n soort baal, dat die vaak aan een ketting worden gezet en daar eigenlijk hun hele leven niet afgekomen. Dus vandaar dat we deze hebben ja, laten komen, zodat hij lekker veilig is en hier een lekker leven kan opbouwen. Maar je ziet, hij is heel bang. Ze staat echt tussen zijn benen en het is echt een te lief hond, maar ja, het is echt super zielig altijd. Hé, hey. Toch wel, hè? Maar ik ga hem zo wel wassen. Ja, dat vind je eng, hè? Kijk, ik vind het te warm hoor. Zo, lekker al een zeep eraf. Al een troep, lekker er vanaf, ja. Zo. Nou, dit is Vinny en hij heet Vinny omdat hij zeg maar vernoemd is naar Vincent van Gogh in verband met zijn hap uit zijn oor. En ja, die zat al heel lang in asiel en zijn zusje is hier al in Nederland. Die hadden we al een tijdje geleden en toen vonden we het zo zielig dat hij als enige nog daar zat, dus toen hebben we ook laten komen. Maar op zich is hij niet bang, maar nu komt Opteel wel. En hij heeft natuurlijk zijn vriendin gezien die helemaal nat werd. En hij moet ook, dus dat vindt hij sowieso niet chill. Maar goed, ook hij moet lekker gaan wassen. Sorry, sorry. Zo, klaar, klaar, klaar. Ja, klaar. Zo. Nou, dit is Saar. En Saar zat gewoon in het asiel in Curaçao. En die kon niet tegen het geblaf van de andere honden. Dus ze was eigenlijk heel erg in een hoek de hele tijd. En toen dachten we ook bij haar van, nou, dan komt ze lekker naar Nederland, dus ik wil haar ook nog wassen nu. En dan, als het goed is, hopelijk snel naar een nieuw baasje. Ja, zijn er lekker gewassen? Lekker hè? Ja. Nou, nu ga ik jullie lekker mijn rust laten, dan kan ik zelf ook gaan douchen. En we zijn weer lekker omgekleed. Ik heb weer lekker gedoucht en ik ruik weer heerlijk. Als ik het zelf. Ik heb trouwens deze wax gekregen van Tijn. Ja, gisteren. Ja, van Bom, hè. Super chill. Shinewax heet hij. En hij zei, probeer het even. Dus ik ga hem even uitproberen. Ik had het gisteren een beetje geprobeerd, maar toen had ik natuurlijk andere wax erin. En nu, zoals je ziet, heb ik er niks in. Dus vandaar dat ik het vandaag, op dit moment, nu ga proberen. Het ruikt echt zo chill. Maar hij is wel heel chill, moet ik eerlijk zeggen. Ja, zeker een aanrader. Ik sta nu voor de Osso van Timon samen met Tijn Villanova en we gaan echt wat eten, maar het is echt gewoon irritant dat ik weer een uur moet wachten op die kerel. En ik weet nog niet waar we gaan eten. Ik heb zelf wel zin in een douche, maar ik weet dat daar echt een rij wat staat is van 8 meter. Hij wist dat we kwamen. Ja, maar hij reageert niet. Hij neemt ook niet op. Hap. Doe dat, ik raak de volgende kutjes aan. Sanne, snij geluk, meid. Ja. Ik ben al mijn derde stuk bij en krijg een red zo zijn camera aan mijn bek houden. Hij is dom. Lekker, Timon. Timon zit te bunkeren. Ik heb het niet verkocht. Het is echt super fijn. Ik heb wel een vreemd om ze crème vanille te noemen. Ik kwam echt op de kaart dat het crème bleef. Issue. Issues, hè? Test maar bij de rekening. Oh jongens, ik voel me zo slecht. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar dat eten bij elefanten. Ik heb daar nog nooit gezeik gehad, maar ik heb gewoon echt direct alleen maar kotsen. Dus ik ben bang dat het zo ook gewoon gaat gebeuren. Dus ik twijfel of ik het moet filmen of niet, maar ik weet ook nog niet of het komt, maar ja, is ook beleven, dacht ik. Maar nee, ik weet niet of ik ga kotsen, ik zie het wel. Ik ga het sowieso filmen en dan ga ik achteraf morgen of zo pas kijken of ik het erin doe. Oh, ik voel me zo lekker. Ik heb ook gewoon een pasta gegeten, maar ik heb gewoon koude rillingen en shit over mijn hele lichaam. En gewoon het idee dat ik moet overgeven. Zo irritant. Ik
haat dit. Ik wil echt niet ziek worden. Oh, ik wist het ook gewoon. Gadverdamme jongens. Oh, wat vind ik dit naar. Ik voel me echt gelijk een stuk bij het. Sorry dat ik dit aan jullie heb laten zien, maar... Dit hoort er ook bij en ik ben niet van metaal of zo. Ik ben ook maar een mens. Dus ja, dit hoort er ook bij. Ik voel me gelijk beter. Het is echt ziek. Maar ja, ik ga nu ook die vlog afsluiten. Ik hoop natuurlijk dat jullie hem leuk vonden. Ongeacht dat kotstukje, zeg maar. En vergeet natuurlijk geen abonnee te worden. Vergeet niet een duimpje voor me achter te laten. En dan zie ik jullie gewoon weer morgen. Doei doei!